Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een waarin we opnieuw een aandeel gaan bekijken, dat mij in ieder geval interessant lijkt. Het is geen aankoopadvies, maar ik hoop wel dat je met deze video ook een beetje kunt kijken naar hoe kun je een aandeel onderzoeken, waar kun je op letten, hoe kun je een aandeel waarderen. En als je dan naar eigen onderzoek. Ook denk van, oh ja, dit is interessant. Is dat misschien wel iets om toe te voegen aan je portfolio? Het is een aandeel en een bedrijf dat we allemaal kennen. Op het eerste ogenblik zal het misschien lijken alsof het niet haalbaar is om dit aandeel ook zelf te kopen. Maar daar heb ik een oplossing voor aan het einde van de video. Dus laten we snel beginnen. En het interessante aandeel voor deze maand is geworden Amazon met ticker symbool AMZN en het aandeel is natuurlijk ook gewoon te koop via de Giro, dat is de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen, van mijn ETFs. Dus wil je beginnen met beleggen, kijk dan ook zeker naar de Giro, maak gebruik van de link onder deze video om gratis een account te openen. En op die manier help je ook het kanaal, zodat ik ook in de toekomst dit soort video's kan blijven maken. Maar laten we dan maar meteen gaan kijken naar de laatste kwartaalcijfers. En die zijn van het eerste kwartaal van dit jaar, van 2021. Amazon begint de kwartaalcijfers met een overzicht van hun free cash flow. Dat is zeg maar het geld dat het bedrijf kan uitgeven waaraan het maar wil. Dus zonder dat de bedrijfsvoering in principe een risico loopt daardoor. Ze kunnen dus bijvoorbeeld investeren, ze kunnen het uitkeren als dividend. Of ze kunnen eigen aandelen opkopen en nog veel meer andere manieren. En hier zien we gewoon dat die free cashflow het afgelopen jaar is gegroeid met 9% naar meer dan 26 miljard dollar. Of als we kijken naar de free cashflow minus de lease en financieringsverplichtingen, dan zien we een toename van 44% van 11,7 naar 16,8 miljard. Nou, kijken we vervolgens naar de omzet, dan zien we ook daar een toename van 44% van 75 miljard in Q1 vorig jaar naar 108 miljard in Q1 van dit jaar. En vervolgens naar de winst. Als we daarnaar kijken, dan zien we dat die is toegenomen met 220% van net geen 2,5 miljard naar iets meer dan 8 miljard dollar het afgelopen kwartaal. En we zien dus de winst toenemen met 220%. We zien de omzet toenemen met 44%. Wat betekent de winst groeit harder dan de omzet. Dus naarmate het bedrijf meer omzet maakt... hebben ze ook een stuk meer winst. Dat is best wel goed om dat te zien. Want dat betekent dat Amazon nog steeds schaalvoordelen heeft. Dus iedere dollar die er extra binnenkomt... houden ze dus gewoon meer geld over en onderaan de streep. Dus meer winst. En dat is op zich altijd goed om te zien bij een bedrijf. Als je dit soort percentages ziet van 44% groei... of 220% groei in de winst. Maar dat is niet per se iets dat je zou verwachten... bij een bedrijf als Amazon. Bij een bedrijf dat misschien wel 100 miljard... zoals afgelopen kwartaal per... Kwartaal dus aan omzet heeft, verwacht je niet dit soort groeicijfers. Dus dat is al heel erg goed om te zien. Meestal zie je het bij kleinere bedrijven, want het is gewoon natuurlijk veel makkelijker om van 1 naar 2 miljoen omzet te groeien dan van 100 miljard naar bijvoorbeeld 120 miljard. Dus deze groeipercentages bij een bedrijf met deze omzet van deze omvang is gewoon heel erg indrukwekkend. En laten we ook even gaan kijken naar Hypercharge voor wat ja, beter inzicht in het bedrijf in Amazon. En ik vind Hyperchars altijd fijn omdat je daar heel veel uh, kunt zien, heel veel kunt vergelijken van de laatste kwartalen ook. En heel veel aan kunt vinken of juist uit kunt vinken om een beter overzicht te krijgen. Dan kijken we even naar wat belangrijke statistieken. De trailing 12 months, oftewel de laatste 12 maanden, was de omzet 420 miljard. Met een omzetgroei van dus bijna 44 zoals we net ook zagen. En zoals gezegd, het laatste kwartaal is ook al meegenomen in deze cijfers. Nou laten we eerst gaan kijken naar de revenue, oftewel de omzet en de verschillende segmenten. En dan zien we eigenlijk overal een toename, behalve bij het rode. En dat zijn de physical stores, dus de fysieke winkels die ze hebben. Daar zien we een daling. Als we dit even allemaal uit gaan vinken... dan kunnen we ze per stuk gaan bekijken. Is wel zo interessant. De online stores, ja, de online verkopen zien we gewoon ieder kwartaal toenemen. Kijken we vervolgens naar de fysieke winkels. Zoals gezegd, daar lijkt het een beetje af te nemen... Dat is ook wel logisch natuurlijk omdat ook Amazon last heeft gehad van winkelsluitingen natuurlijk door de corona. Uh, kijken we naar third party, oftewel uh, particulier of waarschijnlijk eerder bedrijven die verkopen via de marktplaats, via de platformen van Amazon. Ook daar zien we steeds meer dat er gebruik van wordt gemaakt en dat ook Amazon daar natuurlijk omzet uit haalt. Want iedere verkoop levert hun gewoon een bepaald percentage op. Vervolgens subscription services, oftewel abonnementen. Denk bijvoorbeeld aan Prime, vast wel andere abonnementen die ze hebben. Misschien niet altijd hier in Nederland, maar zeker wel in Amerika. Ook daar zien we eigenlijk een best wel mooie groei van een best wel rechte lijn. En dan hier hebben we een heel erg goede kwartaal gehad. Maar eigenlijk kun je bijna deze lijn doortrekken. En je kunt ook wel verwachten dat het op deze manier zal blijven groeien. Dan vervolgens AWS, oftewel Amazon Web Services. Alle infrastructuur die ze eigenlijk aanbieden, hebben ze ontwikkeld voor zichzelf... Maar bieden ze nu ook aan voor mensen zoals jij en ik die daar een website willen hosten, een app willen maken, noem het allemaal maar op. Ook daar zie je vooral echt enorm veel groei van 4 miljard een paar jaar geleden naar nu bijna 14 miljard. En het is natuurlijk vooral dit soort dingen zoals subscriptions, zoals Amazon Web Services, waar gewoon een enorme winstmarge op zit. Dat is natuurlijk gewoon veel makkelijker omdat het heel makkelijk is op te schalen. Dus hier zie je vaak uh, winstpercentages van boven de 50%, dus als de omzet dan eens toeneemt, daar komt dan vaak ook, zeker in het begin rond 2018, de meeste winst kwam eigenlijk gewoon uit dit onderdeel. En tenslotte nog Other Revenue um, is, ik wou zeggen een klein gedeelte, maar nog steeds zo'n 7, 8 miljard. Al weet ik niet precies waar deze omzet uitkomt. Scrollen we dan iets verder naar beneden, dan kunnen we kijken per ja, geografische verdeling. Nou, wat op zich wel belangrijk is, dat nog steeds Amerika een groot gedeelte is. Maar dat we Amazon Web Services zien toenemen, dat is wereldwijd, maar ook het... Percentage van ja, buiten Amerika neemt toe, dus als we die even uitvinken, dan zien we dat hier ook. Zien we langzaamaan deze groei toenemen? En dat is wel belangrijk, want in het begin was Amazon natuurlijk best wel afhankelijk van Amerika. Het is een Amerikaans bedrijf, daar is het al heel erg groot, maar het is goed om te zien dat ze ook buiten Amerika groeien en ook eigenlijk, dus eigenlijk meer spreiding in hun omzet op die manier gaan inbouwen. Gaan we verder, dan zien we hier de revenue en operating income. Oftewel, welke omzet hebben ze, welke bruto winst en uiteindelijk welke netto winst hebben ze. Maar wat ik vooral wil kijken, zijn de marges. Want hier zien we die per kwartaal een beetje veranderen. Is op zich vaak wel logisch dat bijvoorbeeld het vierde kwartaal met veel feestdagen, dat daar wat minder marges uh, zijn, dat ze wat scherpere aanbiedingen hebben bijvoorbeeld. Of omdat er gewoon heel veel gekocht wordt. Kleine pakketjes misschien ook wel. Maar we zien eigenlijk wel dat deze marges zo altijd tussen de 35 en soms zelfs bijna 45 zitten. Maar ook dat de profitmarge, en de winstmarge gewoon altijd best wel goed is. Rond de 5 en zelfs de laatste kwartalen een beetje stijgend. En dat zien we ook in een van de volgende dingen. Die zien we hier. De groei. Hier zien we eigenlijk de groei van de omzet in het blauwe lijntje de groei van de kosten van de omzet in het rode lijntje. En je wilt natuurlijk altijd hebben dat de omzet harder groeit dan de kosten. En ook dat zien we hier terug. En dat verklaart natuurlijk ook waarom Amazon de laatste kwartalen juist zo'n goede winst heeft. Omdat ze gewoon, zoals ik eerder ook al zei, iedere dollar die ze extra aan omzet hebben, levert ze uiteindelijk gewoon weer extra geld op. Meer dan het afgelopen kwartaal. Laten we dan gaan kijken naar de verwachtingen en de waardering. Te beginnen met verwachtingen. Dan kijken we op Seeking Alpha naar de groeiverwachtingen voor de winst per aandeel. Dan zien we dat die de komende vijf jaar ongeveer 30% groei per jaar wordt verwacht. Daarna zien we nog steeds wel een groeiverwachting van zo'n 10%, maar dat is op basis van één analist. Dus daarom wil ik juist op de, wat meer focus leggen op de, op de komende jaren, want daar zijn wat meer analisten die er iets van vinden, is het wat betrouwbaarder. Kijken we naar de groei van de omzet, dan zien we voor dit jaar net geen 30%, ondanks dus eigenlijk al een flinke groei afgelopen jaar in verband met corona. Maar ook de komende jaren ligt het nog gewoon tussen de 15 tot 20% groei is de verwachting. En dat zou betekenen dat Amazon in 2030 een omzet heeft van 1500 miljard dollar per jaar. Kijk vervolgens naar de koersdoelen van analisten. Te beginnen ook weer op Seeking Alpha. 47 analisten met een koersdoel van gemiddeld 42,50 dollar. Wat betekent dat er een 32% upside is... En kijken we naar tip ranks. Daar zien we 31 analisten met allemaal een buy rating en een koersdoel van 4300 dollar. Dus eigenlijk ook 33% upside. Laten we ook even zelf gaan kijken naar de waardering voor dit aandeel. En maken we daarbij gebruik van de discounted cashflow methode. Dan heb ik verschillende methodes en looptijden bekeken. Nou, ten eerste zien we links de verschillende methodes. De growth exit strategie, de EBITDA strategie of de revenue strategie. Nou, bij 5 jaar Zien we bijvoorbeeld 3750 dollar, 3900 dollar. Of bij de revenue zelfs meer dan 4000 dollar voor één aandeel. En op basis van 10 jaar zien we dan bijvoorbeeld dat het bij de growth een waardering zou moeten hebben van 6500. En die andere zijn een beetje rond de 5000. Maar als we kunnen dus wel zien dat er eigenlijk in alle gevallen een behoorlijke upside is. Want daar zien we de percentages. En laten we als voorbeeld even hier de berekening van de DCF. ...nemen op basis van de EBITDA multiple met een looptijd van 10 jaar. Dan zien we dat de free cashflow zal groeien naar meer dan 350 miljard in de laatste jaren. En in combinatie met een EBITDA multiple komen we dan hierbij uit op een waardering van 5250 dollar. Dus dat ziet er allemaal wel positief uit. Er is echter één mogelijk probleem. Als we gaan kijken naar het aandeel dan zien we dat de koers nu op dit moment iets meer dan 3200 dollar is... En dan hebben we natuurlijk uh, ja, te maken met een best wel hoge prijs, een hoge koers. Heel veel mensen van jullie willen dat bedrag niet investeren, kunnen dat bedrag ook niet investeren. Dus ja, je kunt denken van misschien is het dan niet in, mijn, is het gewoon niet mogelijk voor mij om dit aandeel in principe te kopen. Maar er zijn een paar dingen die op dit moment spelen. Aan de ene kant, er is natuurlijk al een paar maanden het gerucht dat Amazon juist vanwege deze hoge koers misschien wel zit te denken aan een aandelen splitsing. Dat hebben we eerder gezien bij Tesla, ook bij Apple. Naarmate de prijs eigenlijk stijgt, de koers stijgt, is het voor heel veel, ja, ook kleine beleggers zoals jij en ik misschien wel, um, ja, niet meer mogelijk om een aandeel te kopen, want je moet natuurlijk een heel aandeel kopen. En als je maar een paar honderd euro in de maand te besteden hebt, moet je misschien wel een jaar wachten om één aandeel te kopen van Amazon in dit geval. Nou, dat wil je niet. Dus het is vaak voor een bedrijf heel erg interessant om een splitsing te doen. Dus stel, het aandeel is nu 3.000 dollar. En ze doen een aandelen splitsing van 10. Dat betekent dat iedereen die nu 1 aandeel heeft, die krijgt er dan 10. Dus je krijgt 10 keer zoveel aandelen, maar de koers wordt dan ook door 10 gedeeld. Dus dan wordt een koers van een aandeel in één keer 300 dollar... Wordt het in één keer een stuk interessanter dat de geruchten zijn, dus dat Amazon hier wel aan zit te denken. Alleen we hadden eigenlijk verwacht dat dit dan al bekend zou worden bij de laatste kwartaalcijfers. En dat is niet gebeurd. Dus mogelijk misschien over een paar maanden dat het wel zo is. Maar wil je nou niet wachten op zo'n aandelen splitsing, of verwacht je überhaupt niet dat die komt, dan kun je ook natuurlijk kijken op andere manieren om toch. ...indirect eigenlijk in het aandeel van Amazon te investeren. En dat zou kunnen via een ETF. Nou, je gaat dan op zoek naar een ETF waar Amazon een groot gedeelte van uitmaakt. Dat kan gewoon via Google. Als je gewoon Amazon ETF zoekt, krijg je verschillende resultaten. En uiteindelijk kom ik dan uit bij een ETF met het symbool SXLY. En dan zullen we zien dat hier verschillende noteringen zijn bij de Giro... Nou, onder andere degene in Amsterdam, daar zou mijn voorkeur naar uitgaan vanwege de lage transactiekosten. Dus als we daar gaan kijken, dan zien we dat deze op dit moment net geen 39 euro is. Pakken we dit e nummer en gaan we even in meer informatie zoeken. Dan komen we op de website van de aanbieder zelf uit en daar zien we ten eerste de koers hier in dollars, net zagen we in euro's aan de totale kosten van 0,15% per jaar. Dus mochten we deze ETF kopen... dan wordt er 0,15% kosten per jaar gerekend... en die wordt verwerkt in de koers van het fonds. Gaan we kijken naar de rendementen. Um, dan zullen we even kijken op kalender. En dan pakken we vervolgens hier de tabel. Vind ik iets overzichtelijker. Het fonds had vorig jaar 28% in de plus. Het jaar daarvoor ook 28%. In 2018 wat minder. In 2017 22%. Dus... Zeker omdat Amazon hier ook een groot gedeelte van uitmaakt. Speelt dat natuurlijk mee. Maar is het is wel een fonds wat ja, best wel goed doet de laatste jaren. Nou, hoe komt dat? gaat even kijken naar de beleggingen. Dan zien we eigenlijk de posities die in dit fonds, in deze ETF, zitten. Zoals gezegd, Amazon de grootste met 23%, gevolgd door Tesla met iets meer dan 12%. Dus dat zijn natuurlijk bedrijven die de laatste paar jaren erg hard zijn gegaan met de koers. Dus dat verklaart de groei, de rendementen. Maar we zien ook bijvoorbeeld Home Depot, McDonald's, Nike, Starbucks, Booking. Dus dat zijn ook bedrijven dat, mocht dadelijk de crisis voorbij zijn, de economie weer opstarten, dat je ook op die manier van deze bedrijven kunt profiteren. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden. Als jij specifiek voor Amazon kiest en je hebt dus niet het geld of je wilt het niet zoveel geld in één keer erin stoppen. En je kiest bijvoorbeeld voor deze ETF, want de meeste zitten zo rond een kwart, waar Amazon voor een groot gedeelte in zit. Dat je natuurlijk altijd bedrijven hebt die de andere drie kwart uh, uitmaken. En dan moet je natuurlijk wel het eens zijn of ook geloven in dat soort bedrijven. Dus misschien ben je wel heel erg positief over Amazon, maar geloof je totaal niet in Tesla. Is het natuurlijk wel niet het beste om deze ETF te kopen, omdat je indirect toch gewoon 13% van je vermogen die je in deze ETF stopt, toch investeert in Tesla. Het zou jammer zijn als je uiteindelijk toch gaat investeren in een bedrijf waar je juist niet in gelooft, alleen maar om Amazon in principe indirect te kunnen kopen. Dus mocht je op zoek zijn naar een ETF met Amazon, ga dan zeker daar de tijd aan besteden om ook een ETF te zoeken waar ook de andere bedrijven uh, in een verhouding zitten waarin jij gelooft. En kies dan pas die ETF. Kijk trouwens wel of die te kopen is bij je aanbieder, want niet iedere ETF zal ook. Ja, beschikbaar zijn hier in Nederland. Zoals gezegd, degene die ik net liet zien, die is wel te koop via de Giro. En mocht je een account willen openen via de Giro, de link daarvan vind je trouwens onder deze video. Hebben we daarmee het aandeel voor deze maand behandeld. Een interessant aandeel al vind ik het zelf. Het is natuurlijk wel een aandeel met een hoge koers. Maar wel een heel erg interessant aandeel. Een heel erg groot bedrijf dat nog steeds enorme groeicijfers laat zien. Dat je eigenlijk, ja, die je eigenlijk niet bij dit soort bedrijven verwacht. Maar zeker als dat de komende jaren nog zo doorgaat... Is het dus heel erg interessant, vind ik in ieder geval. Hoge koers. Maar ja, de waardering laat ook wel zien dat er nog genoeg upside is om er toch in te investeren. Om toch een mooi rendement te maken de komende jaren. Maar dat is wat ik ervan denk. Laat ook vooral weten wat jij denkt van Amazon in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.